oud ben u? 34. Zou je niet zeggen. Hoe heet uw vrouw? Marije. Heeft u een dochter? Ja. Hoe heet die? Lisa. Waar houdt ze van? Lisa? Ja. Poepluiers maken. En van spelen. Met de blokken is ze steeds dingen tegen elkaar aan het slaan. Dat vindt ze heel leuk. Eet u ook babyvoer? Ik heb het wel een keer gedaan. Toen had ze één afgenomen, toen ook de zonde. Toen had ik trek. Nou, het was best wel lekker en ik had ook trek. Dus heb ik het maar opgegeten. Is het lekker? Hallo, we staan hier bij de groentewinkel op het speel. We gaan hier een vraag stellen. Hoeveel fruit komt hier per dag binnen? Dat weet ik niet precies, want dat weet mijn collega. Die heeft alle leveranciers. Hele pallets vol, dus aardig veel. Oké. En hoeveel fruit staat hier ongeveer? Dat weet ik echt niet. Kijk maar, het staat hartstikke veel fruit. Nou, nog even. We gaan nu naar boven. Kom. Kijk, hier zitten we dus in de deen boven. Daar is de boulder en zo. Alle jasjes zitten hier ook, er zijn kabels. En hier kom ik, hier, kijk, Ajax vlag. Ik ben ook natuurlijk fan voor Ajax, dat is juist goed. En hier zit je met Sinterklaas, kan je allemaal dingen maken en zo. Ja, en hier is het speel. Net daar aan de overkant bij de Rabobank, als je goed kijkt. Of bij de DA. En hier zit Beek zo'n dak. En hier zit bijna alles. Magnetron. De koffiedingen. En nog. Ik mag dit nooit vergeten. Nee, ja, bij jouw kist. Voor als er wat gebeurt. En hier is zo'n beetje. Eigenlijk een hal. Waar ze zo'n gel zit en zo. Nou, dit is dus het kamertje wat ik net al zei. En hier zit alle jassen. Kijk, er komt een hele enge meneer naar boven. Er is een hele enge meneer, die komt naar boven. Bent u eng?